Hoi, ik ben Rutger Smit en ik ben jeugdbestuurder van Waterschap Noorderzijlvest. Hoi, ik ben Johannes van der Poel, jeugdbestuurder van Waterschap Vallei en Veluwe en dijkgraaf van de Nederlandse Waterschappen. Hoi, ik ben Daphne Schoenmaker en ik ben jeugdbestuurder van Waterschap Trends Overijsselse Delta. Hallo, ik ben Roy Korte, jeugdbestuurder van Waterschap Huns en Haas. De waterschappen zorgen ervoor dat wij veilig kunnen wonen achter dijken, ze maken ons afvalwater schoon en zorgen voor voldoende water in sloten en kanalen. Niet te veel en niet te weinig. Hiervoor betalen wij belastinggeld. De waterschappen zijn zuinig met dit geld en dat betekent keuzes maken in de werkzaamheden die ze uitvoeren. Wat vind jij belangrijk? Waterschappen kunnen wel verdwijnen. De taken hevelen we over naar de provincie. Strak plan. Wat een hoop geld zal dat schelen. Niet doen. Waterschappen mogen nooit concurreren met andere taken. Waterschappen moeten blijven bestaan. Wat vind jij? Meer regen in korte tijd? Dan zetten die waterschappen de pompen toch wat vaker aan? Nee joh, grote buffers onder de grond bouwen. Dan kunnen we dat water bij droogte weer gebruiken. We hebben kale vlaktes genoeg, dan laten we die toch vollopen. We kunnen ook proberen het vast te houden, zodat het wat langer onderweg is. En wat vind jij? Kan jij je voorstellen dat je ooit moet evacueren? Evacueren? Dat deden ze in 1953 toen de dijken in Zeeland braken. Het kan nog steeds. In 2012 moesten mensen aan het Eemskanaal hun huizen verlaten. De dijk bleek toen zwak en er viel in korte tijd veel regen. Als het water op zee hoog staat, kunnen de sluizen niet open en kan het water niet weg. Wat denk jij? De zeedijk is goed voor nu, maar niet voor de komende 20 jaar. Oh nee? Nou, verhoogst dan maar met 2 meter. Kunnen we niet een lange betonstrook realiseren die het water keert? Of we versterken de dijk met aangespoeld slip en maken hem minder steil, zodat de golven beter breken. Wat vind jij?